mijn vrouw zit ook met koor. En mijn schoonzusje. Thank you.
lang zit u al op het Vissersvrouwenkoor? Ik zing hier komend jaar april 21 jaar. Hoe is het? Ja, het is geweldig. Ik heb in het begin gezegd toen ik hier kwam van het lijkt alsof ik 40 oma's heb. Dat is inmiddels anders. Ik ben niet meer de allerjongste van, van de hele koppel. Maar het is nog steeds verschrikkelijk leuk. Het is gewoon heel leuk. Het is een ontzettende hechte groep dames. En dat maakt ook het zingen gewoon één groot feest. Ik bedoel, dat is zo net ook alweer gebleken natuurlijk. U zingt ook, hoe noemt u dat? Solo? Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk vanaf de eerste dag dat ik bij het koor binnengewandeld ben, is dat zo gegroeid. En dat is nooit meer weggegaan, het wordt alleen maar meer. En dat is gewoon heel erg leuk om te doen. En dan krijg je kansen zoals vanavond met zo'n groot mannenkoor te zingen. Dat is gewoon geweldig. Ja. Het is niet eng om helemaal alleen, want u bent echt de voorzanger ook. Nee, eng? Nee. Ik heb eigenlijk nooit last van zenuwen. Een beetje gezonde spanning is er altijd wel. Dan zal het allemaal goed gaan, maar echt, echt eng, echt nerveus. Nee, daar heb ik eigenlijk nooit last van. Nee. Wilt u iets aan de kijkers zeggen? Wil ik iets aan de kijkers zeggen? Misschien een hele kleine oproep. We kunnen nog een aantal dames gebruiken. Dus dames die willen zingen, klederdracht hebben of niet, want daar kan voor gezorgd worden. Ik zou zeggen, kom vanaf januari op woensdagavond in het Reobot om 8:00. Heel graag. Dank u wel. En dat ik er ook vanavond bij mocht zijn om de koren welkom te heten, de mensen welkom te heten en teksten uit de Bijbel te lezen, komt omdat ik predikant ben van deze Bethelkerk. En dan geniet ik van om dat te mogen doen. Dat is altijd leuk. En welke koren hebben we opgetreden vanavond? Vanavond traden op het Schevenings Vissers Vrouwenkoor onder leiding van Frans van Riesen. En het Hollands Christelijk Mannenkoor onder leiding van Arjen Breukhoven. Nou, het Schevenings Vissers Vrouwenkoor komt uit Scheveningen, dat is helder. En het Hollands Christelijk Mannenkoor komt uit Berkel en Roderijs. En het was de tweede keer dat ze samen een kerstconcept gaven. Ik wil de gemeenschap bedanken hier in Scheveningen voor het prettige samenzingen. Het was echt weer fantastisch dit jaar en hopelijk tot volgend jaar. Wij vonden het Visserskoor ontzettend leuk en gezellig. En we hebben genoten van deze avond. Ik vond het heel leuk. Ja, ik vond het Vissersskoor ook heel erg leuk. Vooral de solozangsten vond ik heel moedig. Het Noël met het HCM, dat was heel erg mooi. Kantiek Noël. En we hebben heel erg van deze avond genoten. Het is jammer dat de kerk niet vol was. En we hopen dat we volgend jaar weer hier zijn met de koren.